mensen, ik ben terug van weg geweest, dus ik ben Bea gaan halen. Joehoe! Dan ben ik ook nog dankzij de Action geweest. Ik heb daar iets leuks gekocht, ik ga het even halen. Dat is... Dit zakje. En dan ook nog dit. Een ik leuke... Ik heb een kabel, want ik kan mijn karton niet zien. Oké, okay. Een leuke verwarming. Dus voor hier aan mijn computer, dan moet ik niet altijd mijn verwarming aansteken. En dan de cadeau van Bea. Die moet ik dus nog gaan inpakken. Dus die ga ik nu ook inpakken. Ze is uit de kamer, dus ze weet totaal niet wat voor cadeau dat ze krijgt. En dan, ja, nog één ding. Juist. Ik was nu zo aan het denken. Ik heb een pennetje laten vallen. Dan heb ik nog iets gekocht. Dit voor... Oei, oké. Okay. Ik weet niet wat dat is. Voor ook Chris. Dus dit heb ik gekocht voor Chris. Dus ze gaat heel goed ruiken. Met een heerlijke parfum van Britney Spears Circus Fantasy. Voilà, dat zijn de cadeautjes die ik ga uithelen onder mijn vrienden. En nu, ze biedt die nog inpakken. En dan ja, is het wachten tot ze hier zijn. Hè. Voilà. Dus ik ga die hier op tafel inpakken natuurlijk. Met wat voor inpakpapier? En wel deze hier. Dit is de inpakpapier. Daarvoor heb ik ook nog een schaar nodig. En ondertussen is ook Beertje gearriveerd. Dus Beertje, dat bedoel ik bij Evelien. Dus ik ga dat nu ook proberen in te pakken. Deur open doen. En dan... zelfs ook nog lekker eten. Ik heb mijn eten even nog in de koelkast leggen. En dan zelfs lekker eten. Tot zelfs. Zo. Zijn we een klein beetje verder in de tijd. Ik heb dat van Samenpunt mogen open doen. Hun postkaartje. Dus met een hele mooie rendier. En die neus kon ik dus ook vrij krabben. Als het een gouden neus was. Jawel, ik zal het eens even voorlezen. Kras de neus van het rendier. Helemaal vrij. Heb je een gouden ster, dan ben jij van de winnende partij. Winnaars, laat het ons snel mogelijk weten. Dan zorgen wij dat jij je prijs mee naar huis kan slepen. Samenpunt. We wensen jullie een jaar vol liefde, geluk en verrassingen. Namens alle medewerkers van Samenpunt. Dankjewel, Samenpunt. Deze gaat ook nog in een mooi plaatsje krijgen hier op mijn appartementje. Dankjewel, mijn schat, om de tafel te dekken. We gaan nog heerlijk eten. Ik ga... Dat zat dus weer al niet op tafel, hè. Ik hoor het jullie al zeggen. Je gaat weer al choco eten. Ja, natuurlijk. Kijk, choco eten. Oké, en dan na het ontbijt, of eigenlijk brunch, ga ik ook kijken wat ik nog kan doen. De vlog is ook al geüpload, de vlog staat klaar om gelanceerd te worden, kijk maar. Maar mensen, ik heb toch wel al redelijk veel video's hoor, op mijn kanaal staan. Ik verschrik er wel een klein beetje van. Dat we toch al aan de 1700 ook al zitten. Dus we zijn stilkens af aan. Rustig. Het heeft nog wel iets meer dan een jaar tijd nodig. Aan het grabbelen naar die 2000 toe. Oh my god. Wat gaan we dan doen? Ik weet het nog niet. Ik moet daar eigenlijk... Nu moet ik daarop stilkens aan beginnen te denken van... wat ga ik doen als ik mijn 2000ste vlog ga maken? Of wat moet ik dan gaan doen? Ik ga ook voor die vlog ga ik ook speciaal 2 dagen verlof voor nemen. 2 dagen.
Dus dat ik echt een fantastische vlog dan kan maken. Een fantastische dag daarvan kan van maken. Want dat is een mijlpaal weer al, hè? 2000. Dus we zitten al op 1700. Deze is de 11e vlog. Jawel, de 1711e vlog. Dus dat gaat heel goed. Maar ja, je moet ook denken, sommige vlogs die zijn offline gehaald. Niet door mij, maar door YouTube bijvoorbeeld. Wegens copyright claims, noem maar op. Bijvoorbeeld als je vroeger met muziek uploadde, wat wel toegestaan is, en tot nu, dat nu pas veranderd is, ja, dan krijg je daar een copyright claim erop. En ja, dan worden die ook offline gehaald. Maar ja. Daar kan ik niks aan doen. Ik ga jullie nu laten. Ik ga nu lekker eten. En het is nog altijd slecht weer buiten. Kijk maar mensen, het is slecht weer vandaag. Slecht weer vandaag. Ja, en we gaan ook een groene kerstmis krijgen. Ah ja, en kijk eens ook nog eens wat ik voor mijn eigen heb gekocht. Oh, lekker warm, hè. Opzet 3. Laat dat maar lekker blazen. Oh, ho, ho. Je voelt het direct uit de warmte. Top. Allee mensen, ik zie jullie allemaal straks of zo terug. Tot later, want ik ga nu zo even naar de frituur geweest, hier in het rondpunt in Alke. Daarna doorgereden naar Monument, dames en heren, Monument. Oh, oh, oh. Ja, ik ga wel even harder moeten praten. Dat is, dat is ook naar de Kamerzee geweest. We zitten hier precies aan de zee. Amai man, dat het hier zo waait. En nu waait het even niet meer zo hard. Rukwinden noemen ze dat. Rukwinden. Oh, oh. Dus, wat was ik nu aan het zeggen? Ah ja, dus ik ben dus naar de carwash geweest. Dus daar heb ik mijn auto gewoon afgespoeld. En nu ben ik de sleutel aan het zoeken. De juiste. Het is koud. Ja, ik weet dat het... Mensen, het is koud. Ik weet dat het koud is. Voilà, hier is het licht. En we zijn eindelijk uit de wind. Jee. Nee, jij doet echt altijd pijn in de wind. Ai. Precies als mijn nek gestuift. Mijn maatje is momenteel onderweg. Dus mijn maatje bedoel ik dan. Ik weet wel wie, hè, mensen. Jojojo. We gaan nog eens lekker Rummy kippen. Of Uno. Jatsie. Dat we zien we straks toch wel. En dan misschien nog wel een afleveringsje van Cozy Adventures. Dames en heren. Hier is nog iemand. Voilà, hier is de sleutel, mijn schat. Alsjeblieft. Dank u. Dus nu ga ik hier nog verder de kerstboom investeren. Ja, daar ben ik mee bezig. Lichten aan. Lichten aan. Doe deze licht even aan, Nimi. En dan slaapkamerlicht uit. Ja, ik ben even bezig op mijn dingen. Dus ik ga hier nog verder even inkleden. En dan, ja. Ah ja, oké. Okay. Ja. Nee, ik snap hem. Ik ga het terug aanzetten. Nee, ook niet. Ik heb die app toch ook. Ah ja. Het heeft die app ook, joh. Ze moest ook even in de slaapkamer zijn. Voor iets, ik weet niet eens wat. Maar ja. Ik ga het hier nog even verder inkleden. Dus met deze kleine listjes, die gaan hier op rond. En ik weet niet wat ik juist heb afgestoot. Oei.
Mijn toetsenbord. Au, 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 au. Kan gebeuren, kan gebeuren. Voilà. Ik ga jullie zelfs het eindresultaat laten zien. Tot straks allemaal. Dank je. Wat hebben we nog deze avond gedaan? Cindy is ook nog afgekomen om Rummy Cup en Uno te spelen. Het was een gezellige avondje dat we nog hebben gemaakt. Maar nu is het tijd om te gaan. Ik ga nu naar de tramhalte toe. Dan ga ik de tram richting Dromenland nemen. Jawel, mensen. En deze gaat wel naar Dromenland toe. Die is moe. Mug, 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 mug. Voilà. En hoe laat zijn we? Kijk op je gsm op het tablet. Dan kan ik dat ook weten. Voilà, het is zo laat. Dankjewel, kwart voor 12. 20 voor 12. Ja. En nu gaan jullie zeggen van, oh, dat is toch niet laat, dat is toch maar om een vrijdag, dat is toch niet zo laat. Ik weet het, maar dan deze is moe. Dan deze ook. Voilà, en die hier langs ook, en mijn schuins bovenbuurvrouwke ook. Dus we zijn allemaal 1, 2, 3, 4, 4 mensen gaan nu slapen. Dus. Timmy. Sorry, ik heb mijn scheetje gelost. Ik ben wel zo aan het horen dat we die vast vanuit. Ja, dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf ik jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, een video of een livestream is. PS, ik kan nog gauw één ding nog iets zeggen over Freakomatic. Ik heb een klein beetje verkeerd gelezen. De C-plan. Voor minder dan 5 personen, die worden op 28 december gelanceerd. Dus dan kun je u wel aanmelden op de Seedmap. En dan ga ik ook zeggen van waar ik en mijn schattie zitten dan. Goed, tot later allemaal. Ciao, ciao, ciao. www.tot.be en www.tot.cycletv.be